Ik ben Stefan Blommaert, ik ben geboren op dinsdag 15 juli 1958. Ik werk voor de buitenlandredactie van VRT Nieuws en u kent me vooral van de berichtgeving uit Oost-Europa en China. Voordat ik op de VRT kwam, heb ik een tijd gewerkt bij Radio Centraal, die ik samen onder meer met Jan Baljouw heb opgericht. Mijn moeder vertelde mij dat ik in haar buik de wereldtentoonstelling in Brussel heb bezocht. Dus dat was ook het nieuws van die zomer natuurlijk. In ongeveer alle nieuwsuitzendingen kwam dat aan bod. Die dag, de 15e juli, waren er bovendien heel veel parades, optochten, vaak in de religieuze sfeer. Eén item is toch wel opvallend in dat journaal. Een item over een bedevaart van zieke en gehandicapte kinderen. De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten had vorige zondag een prijzenswaardig initiatief genomen. Het inrichten van een bedevaart voor 200 zieke of gebrekkige kinderen. Maar vooral de commentaartekst daarbij is iets wat we ons vandaag moeilijk kunnen voorstellen. Bijna een katholieke gastuitzendingstekst. Dat frappeert mij dan vooral als vrijzinnig opgevoed kind. Toen de heilige communie aan de waar beproefde kinderen en hun ouders werd uitgereikt. Zo hebben in getogenheid, smeekgebeden en vertrouwen op Gods moeder het uitzichtloze grijze bestaan deze kindertjes wat blijheid en nieuwe hoop gegeven. En dan ook, niet alleen in het journaal, maar ook in de rest van de programmatie, werd er veel aandacht besteed aan de Expo 58. En die avond werd aandacht besteed aan het Mexicaanse paviljoen. En ook dat is weer heel opvallend. De vragen die daar gesteld werden, dat kunnen we ons vandaag helemaal niet meer voorstellen. En hier weer iets zeer typisch voor Mexico. Oh, that's a grasshopper. A grasshopper. In Flemish they say een springhaan. Ah, yes. Springhaan. Very well, very well. Maar bij ons in België is de katoenindustrie natuurlijk ook belangrijk. We hebben zelfs een katoenkoninginnetje en ik zou toch wel eens willen weten of dat in Mexico ook bestaat. Well, cotton is very popular in Belgium too. And I don't know if you have ever heard about Our Lady of Cotton. Do you have one in Mexico too? No. We don't have it. We don't used to have Queen of Cotton. No, Queen of Orange. Not at all. Not at all. No. Dus in Mexico kent men dan geen katoenkoninginnetje, dat is kinder niet in de mode. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik die grote tocht heb ondernomen van Peking terug naar Brussel, nadat ons bureau daar in China werd gesloten. En dat was voor mij heel bijzonder, vooral omdat ik dat heb kunnen doen met mijn zoon als cameraman dan. Een heel opvallende tocht ook langsheen de oude zijderoute. Dat heeft geresulteerd in 15 afleveringen in het journaal en 2 documentaires voor Franks. En daarmee laten we China achter ons. Via een bijna 4000 meter hoge bergpas rijden we Kirgizië binnen. Geen evidente trip. Zelfs onze terreinwagen heeft moeite met de besneeuwde weg.